Fred Rutte, is de simpele sportieve conclusie dat jullie goed spelen en vooral eigenlijk simpelweg 2 punten verspild hebben vandaag hier in Enschede? Ik denk dat dat de juiste woorden zijn. We hebben onszelf niet beloond. En dat is best wel een beetje zuur. Kijk, als je naar het veldspel gaat kijken en naar de manier van spelen, ja, dan kan ik zeggen van dat is het evenaard wat we heel graag willen zien. Het beste van dit seizoen tot nu toe? Ja, wel, als je gaat kijken naar dat 90 minuten volhouden, dan zeg ik ja, ja. Waarom slaat je niet toe, nog even los van die strafschop, hè? Maar in de tweede helft, is het af en toe een beetje besluiteloos lijkt het, als je de bal hebt op hun helft? Nou, weet je, er kwamen een aantal hele goede omschakelingsmomenten. En daar ben ik met je eens. En daarin, de keuzes die we dan maken, zijn niet de juiste keuzes. Maar dat gaat wel komen, denk ik. Dan over die strafschop. Ik neem aan dat tevreden je eerste man is ook voor die strafschop. Ja. Ja, dacht je al, die zit erin of niet? Ik had er helemaal geen gedachte bij. Ik bedoel, Mitchell heeft de vorige ook genomen. Maar ik had niet de gedachte dat hij hem niet zou maken. Is het een mentale tik voor zo'n jongen, denk je? Nou, als ik zie hoe hij speelde daarna, dan is het dan oogde het niet alsof hij daardoor een flinke mentale tik heeft gekregen. Zo oogde het in ieder geval in mijn optiek niet. Wat vond je van je oude ploegje eigenlijk? Twente? Ja. Ik vond ons beter. Ik vond ons zelfs vele malen beter in de zin van dat wij gewoon verdiend zouden te winnen. En Twente is wel een aardige ploeg. Dat was het wel. Ze hebben ook wel een paar mogelijkheden gehad hoor. Maar er zit ook heel veel talent in. Als je als coach dan evalueert voor jezelf, hè, dan ben je blij met het spel. Ja. Of is dan toch die teleurstelling van we hadden gewoon die punten moeten pakken? Ja. Dat laatste. Dat overheerst bij mij als coach zijnde. Aan de andere kant heb je ook wel weer dat je als je donderdag hebt gespeeld en als je ziet wat wij kunnen brengen, en dat is zeker mentaal, nou, dan kan ik alleen maar zeggen dat is een compliment naar het team. Maar je mag nooit complimenten maken als grote club, dat is Feyenoord, als je maar met 1 punt naar huis gaat, terwijl je eigenlijk gewoon 3 punten mee moet nemen. Jens Toornstra speelt 45 minuten, wat vond je van hem, wat zijn je eerste indrukken? Nou, hij heeft mij positief bevallen. Jens kan je een opdracht meegeven. Is heel balvast. Is goed in de pasing. Nou ja, en hij heeft natuurlijk één specialiteit ook. En dat zijn zijn vrije trappen. Was immers geblesseerd of niet fit genoeg meer? Of een combinatie van beide? Nou, ik had het gevoel dat hij niet echt ook zo fris meer was. Nee. En dan is het heel prettig als je een selectie hebt waarbij je keuze kunt maken. Heb je nog serieus overwogen Kazim te brengen? Ja. Ja, absoluut. Kijk, ik zat in die overweging, maar je ziet dan, als je in zo'n ritme komt te spelen, dit is onze achtste wedstrijd volgens mij in 5 weken of 4 weken, dan zie je namelijk een aantal spelers niet meer fris zijn. Luc Wilshire die begon een beetje te trekken aan zijn hamstring, Jordi die begon een beetje te trekken aan zijn hamstring. Ja goed, dan is het natuurlijk gevaarlijk als ik mijzelf op slot ga zetten en hem al ga brengen, want ik had al een wissel gebruikt in de rust. Was het moeilijk om het nieuws over Vermeer bij Erwin Mulder weg te houden? Ja, ik weet niet of dat moeilijk was. Dat weet ik niet. Ik weet niet of hij het wel of niet wist, maar volgens mij was hij... Wist het niet van tevoren, denken wij, te weten van een aantal van jouw spelers? Nee, dat denk ik ook. Dus dat is... natuurlijk is dat altijd wel moeilijk. Maar op een gegeven moment is het wel moeilijk om het stil te houden, ja. Is dat menselijk gezien het moeilijkste onderdeel van jouw vak? Om zo'n jongen zo'n boodschap te brengen of als club zo'n besluit te moeten nemen? Als mens zijn, daar heb ik daar wel problemen mee, maar als professional totaal niet. Maar dit is namelijk de ontwikkeling van deze club. En deze club wil verder, gaat verder. Nou, dan moet je ervoor zorgen dat de selectie, zeker en nu kan Feyenoord heeft, namelijk de mogelijkheden om dat ook te doen. Nou, dan moet je zorgen dat er op alle fronten kwaliteit wordt binnengehaald. Snap je rondom juist deze overgang, jongen van Ajax naar de Kuip, de grote emoties die spelen aan beide kanten? Ja, kijk, ik moet wel zeggen, ik kan er wel op ingaan. Maar tot op dit moment, en ik weet niet hoe laat het is... Ajax bevestigt de komst van Diederik Boer inmiddels als vervanger van Vermeer. Ja, maar wij zijn nog niet, volgens mij is het er nog niet helemaal... De hamerslag is er nog niet hoor. Zoals ik het net in de kleedkamer van... Een mooie bekeuring, dan is het toch goed of niet? Ja, maar goed, tot dat moment, het is wel vaker gebeurd. Hè. Aruna Kone is ook ooit een keer getransfereerd. En op de dag van de keuring, ja, wordt hij niet goedgekeurd. Maar goed, jullie willen hem wel hebben, omdat je ontevreden bent over Mulder, vraagteken. Nee, maar kijk, dat laatste moet je... Ja, precies, dat is een vraag. Het laatste moet je wegnemen. Kijk, ook Erwin is een goede keeper.
En Vermeer is denk ik ook een hele goede keeper. En dus het is, ik vind het wel prettig hoor. Ja, maar snap je dat het voor de buitenwacht toch overkomt als raar beleid? Want je haalt Warner Haan. Waarom dan niet gelijk een keeper die je zou moeten staan op dit niveau? Ja, dan moet je voor bij. Kijk, dat is voor mijn periode gebeurd. Daar kan ik heel moeilijk een oordeel over vellen of daar een antwoord op geven. Dat moet je eigenlijk bij onze technisch directeur zijn. Laat ik het anders zeggen. Vind jij Haan er klaar voor dit niveau? Ik vind wel dat Warner, als ik hem de eerste trainingen zag, en ik zie hem, zeg maar, we zijn nu een week of 7-8 verder, dan vind ik wel dat hij zich aan het ontwikkelen is, ja, dat wel, ja. Maar ja, deze club wil wel bereiken, ja. En dan is ervaring wel op zijn plek.